Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van Splinter Cell Blacklist. Ik hang hier aan de muur, ja, aan de muur. Waarom die dus opeens begint te rennen, weet ik niet. Maar we hebben sleeping gas. Kwam ik zo net een keer achter, op wonderbaarlijke wijze. En ik hang hier de hele tijd al. Ik moet echt laag gaan killen. Aan de ene kant zit ik te denken om helemaal terug naar boven te gaan. En via die kant gewoon met de touw naar beneden te gaan. En die lui één voor één te nakken. Een slaapgas te gebruiken. Ik denk dat dat handigst is om eerlijk te zijn. Dus gaan we dat doen. Ik heb slaapgas voor het geval dat. Ik heb de sticky cameras in de vorige part al gebruikt. Dat is niet zo'n heel groot succes. Maar we zullen ons best doen. Als het goed is... We hebben de sticky cameras gebruikt, hè? Als het goed is, als ik dit doe. Ik ga hier weer terug naar boven en ik activeer deze. Ammo en gadgets restocked. En dat houdt in dat mijn grote vriend sticky camera. Waar is dat jongetje? Daar, sticky camera is ook terug. En als ik ze dan allemaal kan attracten naar het gas toe, dan is dat perfect. Oh, we zijn beneden. Tear gas. Dat is geen tear gas, dat is verkeerde. Dat is tear gas. Nee, tear gas, ik moet sleepy gas hebben. Ze denken dat ik daar ben, dus dat is positief. Waar de fuck is slaapgas? Ah, slaapgas. Alsjeblieft, hier slaapgas. Adem in, adem uit. Heavy armor dude. Ja, daar hebben we ook nog wat voor. Hebben we dat voor? Ik zeg maar wat, daar hebben we niks voor. Nee, wel trouwens. We hebben daar het volgende voor. Dat heet Run. Ben er. Ik kan daar niet door, we moeten hier door, de deur. En naar boven. Oké, we hebben het overleefd, Bam, 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 bam. Nou gaan we de 3 USB-sticks van Charlie plaatsen. Akkoord. We gaan eerst restocken. Damn. Oké, we moeten 1 dude capturen zo te zien. Hier is vrij weinig bekend. Behalve dat daar een deur achter de deur zit. Die mijn shit blokkeert ook nog. Niks aan de hand. Zo, ik een deur met mijn kleine robotje bezig. Waar is die jongen? Daar is die jongen. Die vannacht wat veel van mij. En jij ook, als jij daar blijft staan. En daarom dat ik jou vermoord. Is dat niet lief? Dat is heel lief. Jee, stealth knockouts. 100.000 krijgen we ervoor. Bam. Daar kan ik mijn ding wel mee fixen. Jij komt hier naar binnen, denk ik. Maar jij bent een heavy dude, dus daar ben ik niet zo blij mee als jij naar binnen komt. Kom maar niet naar binnen. Doe me niet. Blijf maar weg. Sjoe. Ik zou je taggen. Ga weg. Sjoe. Dank u. Oké. Kut comms. Wat we hier doen. Is de communicatie vernachelen. Normaal gesproken. Dus nou kunnen ze niet meer met elkaar praten. Denk ik. Damn. Ik heb zo hard de neiging om die uit te killen.
Ik heb ook de neiging om deze dude in zijn rug aan te vallen. Dat werkt ook nog. Tot mijn grote verbazing. We hebben alleen één probleem. Dat is dat we heel snel zijn body op moeten pakken voordat iemand komt. Of voordat die kleine vieze gore kut drones komen. Dus run. Gaan we hier naar binnen. Dat is de deur waar we net waren. Donderen we dat lichaam ergens hier in de verre vette. Oké, we zijn niet waar we net waren, jawel. Damn, dat ziet er anders uit. Dat ziet er anders uit zo vanaf de zijkant. Het is hier gewoon ingericht als een huis en shit. Hè? Vergeet niet dat dit nog steeds een bunker is onder de grond. Waarom hebben die luid hier onze luxe? Omdat ze Amerikaanse belangrijke mensen zijn. Fuck you. Waar ik het vorige keer over heb gehad. Oké, we gaan hier naar binnen. Yay, ik krijg nog meer punten. En mijn shit wordt nog steeds gejamd door een hoer. Ah, toen was meneer dood. Goddank was dat ik nog een heavy dude. Dus dat in dat wij... Nee, ik wil zijn wapen niet. Het is een shotgun met 4 kogels. Ben ik daar nou mee? Please. Niemand die dit ziet. Mag ik mijn wapen terug? Dank u. Oeh. Oké, doe de deur dicht. Gaan we naar beneden. Capture. Daarnaast staat de vision jams. You serious? Hebben jullie ook een ventilatieschacht? Yep, dat hebben we. Mooi. Zeg, aan die kant hebben we een ventilatieschacht. Waarom hier niet? Dat zou gemeen zijn. Wauw, zie me dit sneaky doen. Ik ben echt trots op mezelf. Het enige waar ik nou een beetje bang voor ben, is dat hier iemand achter zit. Dat zit er ook. Het probleem is zelfs, er zit hier 2 fucking man. Oké, die ene deur moet ik capture, die staat met zijn bakkers naar mijn gerecht. Die andere deur, die moet ik vernachtelen. Oh, damn, dat gaat nooit werken. Al wel? Jawel, gaat wel werken. Sleeping gas. We gaan ze beide laten inslapen. Meneer Control, Drone Control. En meneer nieuwe president figuur, zeg maar. Als we die jongens beide nakken. Hij hoorde iets. Ga je kijken? Hij gaat serieus kijken. Mooi. En die jongen daar ziet helemaal niks. Perfect. Mooi. I'm value target secured. Het enige van nou hoe te doen is weer terug. In dat gat. Niemand die ons ziet. Ja. What the fuck is dat? Perfect. Nou moeten we alleen sneaky hier naartoe. Nou, die duurt hier. En we hebben daar 2 man lopen trouwens. Dat is een beetje het gevaar. En een klein klote robotje. Mooi. Bam. Perfect. Oké, volgende. We hebben een camera. Damn, ik vind die camera eng. Oeh, fuck.
Oké. Perfect, perfect, perfect. Is er verder nog iemand? Volgens mij helemaal niemand. Dus zo gauw als die kutcamera nu wegdraait. Dank u heel graag. Kunnen wij hier langs? Normaal gesproken. Oké, daar was nog iemand. Tot de ene is het duurt nog? Dude. Als ik de enige was, ik zou echt bang zijn en doodgaan. Yep, iedereen is dood, mooi. Nee, niet iedereen is dood, sommigen zijn knocked out. We hebben de laatste ook gedaan van de 3 USB-stickjes van Charlie. Dus Charlie die kan nou de controle overnemen normaal gesproken. Ik ben benieuwd, waar moeten we heen? Wacht, ik vertrouw die shit sowieso wel niet. Ah, valt mee. Ik denk, we gaan gelijk van het luisterschacht in. Waar moet ik heen, game? Vuil klein kutrobotje, hè? The Great Seal of the United States of America. Met een dikke deur ervoor. Wat inhoudt dat daar, daarachter de president zit, normaal gesproken. Het is allemaal heel leuk en aardig. We gaan gewoon via de ventilatiegracht en we zijn binnen. Waarschijnlijk. Yep. Lockdown. Bam. De lift is dicht. De deurtjes zijn dicht. Sam, Briggs, it's Grim. We're back up. Someone in the bunker is trying to access the Secretary of Defense's account. If Sadiq gets to the secure files, you have to stop him now. Whatever it takes. Hoe dan ook. Straks gaan we nog dood. Dat zou fucked up zijn. Als wij dood gaan. Als wij die lui willen redden. Oh. Ah, we laten onszelf oppakken. Waarom deden we het überhaupt? We hadden ze ook neer kunnen schieten. Geef me een update op de hostages. Nou. We both know. That you will give us what we want. I'm not giving you access. You could destroy America. Start a world war. In theorie zou hij ook zijn leven moeten geven ervoor. Just in wars. I'm after the only weapon that matters anymore. Information. Just relax. Relax. It's not your decision to make. The only thing you have to choose. Is how much it hurts before you do what you're asked. Screw you. Hey, daar gaat zijn vinger. You've got someone in the bunker. You're special forces. Take the ring finger. No, 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 no! Ow. Hé, hey, we hebben nu al ons maskertje op helemaal. Dat is nieuw. Hij weet al dat wij het zijn. You are very tenacious. Ah, we hebben nou... Hey, dit is Briggs. Where's Fisher? Damn, dat is slim. Right behind you. You gonna take me hostage in the war room? Communicating with your team. What do you take me? Hold him still. Uh-oh. I was never one for subdermal radios. Too invasive. Oh ja, want hij heeft zo'n ding gekregen, ja. Have your colleague, Mr. Fisher. Leave us to our work, and I'll see that he lives. Dat klopt, ja. Fisher will never leave him behind. Get the hostages ready to move. Bravo. We're bringing the hostages to the tunnel. Dat zei Briggs in de eerste part. Zei hij dat, dat CD, zo'n huidsensor ding. En dat heeft hij nou eens uitgehaald. He's gonna bleed to death.
Toss me that tunicate. High value targets collected? What the fuck, game? Nu de andere hand. Oh god. Oh my god, boormachine. No, 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 please, please stop. He will stop. When you want him to. Or he will take those fingers. He will take your toes. He will take your teeth. I'll give you what you want. Hij heeft een kunstgebit, zo oud is hij wel. Dus fucking care om die tanden. Fuck da. Ah ja, had je hand kunnen redden, dat klopt inderdaad. Met zijn domme bakken zat hij dat. Don't, you can't. Dat hand, zijn hand kunnen redden. I'm so sorry. Grab Secretary of Defense. Hey. Briggs gaat dood. Oh, nee, toch niet. You have not thought this one through. You won't risk shooting him. Why? Because you're gonna kill him? We both know you don't have that in you. Exercise Fifth Freedom. I'm sorry. Nice! No! Wat zijn wij nog voor use nu? Dan gaat Briggs dood. En ik vertrouwde die jongen al die tijd niet. Twee jaar gaan we schieten voor hem. Oh, wij kunnen vliegen. Dat vond ik wel schillig. Ik wou alleen nog tegen Briggs zeggen, sorry dat ik je niet vertrouwde. Ah, hij was toch wel een goede gast. Maar dat is wel ziek, dat we die nek van de dingers. Nakte. De nek van de minister hebben we gewoon gebroken. Dat was fucking vet. Oh, dat was nice. Hebben we toch nog iemand gekillt? En een Amerikaan ook nog, yay! Leader of the men in control of the bunker at site F. We are exiting with our hostages. They will be released if we are allowed to leave safely. Any aggression on your part will result in executions. Give them to me. Ik snap eigenlijk niet waarom wij als Sam Fisher zijn, hè? Briggs was daar. Waarom nakken we niet één van die dudes? Verkleedt Sam zich als één van die fucking dudes? En... Maar waarom doen we dat niet? Oh, damn, dat is zo dom wat je dan kunt doen. Ah, zie. Ah, wij zijn verkleed als... Waarom zijn we verkleed als een ding? I want a full sweep of the plane when we get there. Huh? Nee. Dat was het je leven, denk ik. Hoop ik. Mooi, Briggs, ow. Oh nee, Briggs! Sam, Briggs is down. Sadiq's making a run for it. Oké. Go, get Sadiq! You're bleeding out. Finish the job, Sam. Ja, dat moesten we toen ook doen. Dat had hij toen al moeten doen. Die jongen had toen al... Die gast, de Sadiq, moeten killen. Als hij dat toen al had gedaan... Dan was er niks aan de hand geweest. En dan was Sadiq nu dood geweest. En was er helemaal niks aan de hand geweest. Als Briggs toen al achter hem aanging. Dat is een beetje het verneukte, vandaar dat ik hem ook niet helemaal vertrouwde. Ik denk als je dat... Oh, shit. God. Come on now. Oké, okay. Use the shadows to attack Sadiq from behind. Oké, okay, dit is geen schaduw meer, dit is geen schaduw meer. Kan ik klimmen? Nee. Oké, okay, daar gaan we dan. Hij zag mij niet. Wauw, lousy. Oké, okay. Donker, donker, donker. Rennen, 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 rennen. Ziet me niet omdat het donker is. Wauw.
Dus is nu... Oh fuck, hij zag mij. Lijkt het. Het nou tenminste waar we naartoe moeten rennen. Hij denkt nog steeds dat wij daar zitten. Normaal heb ik ook geen... Ik heb niks meer natuurlijk. Sam, als hij nou, Sam, zich had verkleed als een van zijn guards, dan hadden we hem dan al neer kunnen schieten. Bij wijze van spreken, omdat hij dat niet verwacht, denk ik. Moeten we echt helemaal via daar lopen? Ja, wacht, ik ga gewoon naar voren. Zo gauw als het donker is. Run, 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 run. Damn. Kom op, dit duurt lang. Oh, hij rent weer weg? Waarom rent hij weg? Hé, ineens de deur door. Het duurde gewoon te lang nu. Denk ik. Ah, fuck, tuurlijk. Kut rode licht. Au, au. Au. Oeh, fuck. Waarom ren je helemaal daar naartoe? Au, au. Hij had ons niet gezien daar. Moet ik in zijn rug komen? Damn. Dat is kut. Dat gaat niet meer lukken, denk ik, haast. Hier. Dan moeten we nu, ja... Ik weet niet, dat wordt echt lastig. Want we vallen altijd van voren aan, zo'n beetje. Come on now. Ah, for fuck's sakes, game. Het was donker. Hoe kan hij maar zien als het donker is? Die wat ook trouwens, fuck jou. Hey dude, is dat naast jou? Damn, zo doen we dat. Oké, quick time event waarschijnlijk. Ik moet aimen, zo kan ik, zo, dat is prima. In zijn arm, auw. Nee, is het dik, niet lief. Pak die pistool op, misschien. Moeten we nou achter hem aanrennen, wat moeten we doen, auw. Sam, stel je niet aan. We hebben alleen maar een beetje een zeer gekneusde rib. Ren achter die duurt en waar is die duurt? Daar, man. Waar moeten we daarheen lopen? Schiet op. Loop. Hij wil niet rennen. Hij wil niks. Hij loopt gewoon heel langzaam. Die duurt rennen naar rechts toe. Waar moeten we daarheen? Ah, we moeten naar het vliegtuig. Damn, loop sneller, jongen. Ik ga echt niet 40 meter zo langzaam lopen, game. Waarschijnlijk wel. Hoor. Over 35 meter en dan ben ik er, maar... Dat duurt lang. En ja, dat was de imitatie van een paard. Een paardje. Kom op. Oh, wat fuck uit niets komt daar opeens vanavond achter. Oeh, ik grab. Oh, ik heb zo'n hekel aan. Mesh. Spasties. In mijn dingen. Au. That hurts. Dat doet ze eer. Damn. It's over. You think this ends with me? There are 12 nations that stand behind the engineers. Dat is een verrassing. Behind me? Are you ready to fight 12 wars? Kill me! Kill me! Those nations will rise up! Kill? Ik wil hem sparen. Kan dat? And I will spill every secret I know! Ik heb iedereen gespaard. I've already won! Ik heb iedereen gespaard. En ik heb altijd gezegd... There's always another option.
Exercise Fifth Freedom. Ik kan verder niks doen. Helemaal niks. Ik moet Fifth Freedom doen. Hij gaat sowieso aanvallen nu. En Sam probeert te killen, denk ik. Moeten we doen? Oh nee. Fourth Echelon status confirmed. Ben benieuwd wat dat allemaal inhoudt. Hostels in disturbed. Oh, dit skippen we wel even. Dat is toch zo. En toen was het zo dat mijn game fucked was. En gewoon geen video liet zijn aan het einde. Dus ik heb het einde tekst al wel gehoord. Ik moest altijd vier nummers verder afsluiten. En zoals je ziet is dit lelijk. Komt dat console video is 27p. Dus ik upscale dit ook nog. En het is gewoon gigantisch lelijk. Maar dit is de eindvideo aan het einde. Die heb ik dus niet gekregen. Want ik zat gewoon stom aan een scherm te staren. En dat was al het einde. En ik kon ook niet overnieuw doen. Even het checkpointje laden en klaar. Dat werkt gewoon niet. Dus vandaar hierbij nog het einde met video. Dan zie ik hem tenminste zelf ook. Ik hoorde alleen met de tekst en ik zag de subtitles. Dus dat is gewoon niet echt op. En het is nou een Engelse subtitles, dus je ziet omdat ik dit even van YouTube afhaal. En dat was dus net Briggs, die leeft nog. En daar hebben we Sadiq. Allee, die jongen heeft dus ook... oh nee, dat moesten we verplicht. Aha, waaronder Sam Fisher dus. Dan gaat hij met zijn dochter bellen. Hey Johnny. Hey Grim. Hey Briggs. En dan krijg je allerlei bla bla bla. En dan nu inderdaad... belt hij met zijn dochter. Yep, it's really over. Nope, no American dust. Maar hij gaat er wel mee door. You're staying with him, yep. Dus er komt waarschijnlijk een Blacklist 2 of weet ik. In ieder geval sowieso een nieuwe Splinter Cell. Die man die wordt wel echt ouder, dus ik weet niet hoe ze het een keer willen gaan doen. Een olifant, what the fuck? Yeah, mooi. Ik leg mijn telefoon nog zo zachtjes neer, hè? En die muis is zo gevoelig. Damn, als ik er een beetje naartoe blaas, dan begint hij al. Dan reageert hij al. Dus fake leven weer. Sam is not a... wacht. Hoorde al die audio nu bij dit? En dat was dan het einde van Splinter Cell Blacklist. Ik vond het een super vette game. Alleen was het stront in je tand af en toe die problemen met heel veel dingen. Maar voor de rest was het een super vette game. Laat in de comments even weten wat jullie ervan vonden. En ik ben zeer benieuwd. Zoals ik zei, ik vond het echt een super vette game. Zit sowieso in mijn top 10 van games die ik heb gespeeld. Dit jaar, als niet all time, weet ik niet zeker. Ik heb wel veel goede games gespeeld in de loop der jaren. Maar dit was echt een super vette game. Echt een super Splinter Cell weer, old school stijl. Alleen ja, die problemen en die bugs. Ik kreeg gewoon geen ending video. En ik snap het niet. Als je Ubisoft bent, daarbij al een groot iemand, zeg maar. Je bent geen indie developer, nee, je bent een gigantisch grote
Nou ja, developer is meer een publisher eigenlijk, Ubisoft, maar dan nog. Je checkt toch je fucking games of ze werken of niet? En de documents en settings, maar daar moet je ook in naartoe om die shit te verwijderen. DirectX 11 werkt voor geen meter, dat werkt voor geen meter. Een fucking einde, dat zie ik alleen met de background, wat je nu ziet, zag ik, zeg maar. En voor de rest geen video's, niks. Hoe krijg je dat? Nou, zo net zag ze, beter gezegd trouwens. Maar ik snap dat niet. Je test toch je games voordat je released. Blijkbaar niet. Ik weet niet wat zij allemaal doen. Ik hoop in ieder geval dat Watch Dogs bedoel ik, niet zo ramp is. Dat zal waarschijnlijk wel goed komen. Hoop ik toch. Ik ben zeer benieuwd. Laat even weten wat jullie van de game vonden. En ik zie je weer in de volgende video en volgende game. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.